Hier achter mij in het Van der Valk Hotel wordt de Wesley Snijder Benefietavond gehouden. En ik ga onderzoeken waarom dit is. Waarom is dit gala georganiseerd? Nou, dit gala is georganiseerd om onder andere de voetbalclub DHC financieel te ondersteunen. We gaan wat festiviteiten organiseren bij de voetbalclub DHC. Zodoende willen wij vanuit de stichting de voetbalclub helpen en daarbij de kansarme jeugd in het ondiep om die weer aan het voetballen te krijgen. Waarom bezoekt u deze avond? Nou, verschillende redenen. We houden van een feestje en het goede doel dragen we warm hart toe. En William Kaai en Dennis Lammers die dit mede organiseren zijn goede vrienden van ons. Dus ja, daar kun je nee zeggen. Daarom hebben we twee tafels genomen. Als oud-ondieper ben je ook naar deze avond gekomen. Waarom? Nou, allereerst, je zegt het al, oud-ondieper. En daar kom ik vandaan natuurlijk. Daar ben ik geboren op het hoekje, in Nieuwlingstraat. En daarom steun ik ook de club van Wesley Snijder. Een goed doel is altijd goed. Ik bedoel, ik ga natuurlijk lopen bieden op allerlei dingen. Het zal wel een hoop shirtjes zijn. En dat ga ik doen. Voor een goed doel ben ik altijd in. Ja, voor de goede doelen. Ja, voor de goede doelen inderdaad. Ja. Weet je nog welke doelen het zijn? Ja, dat is voor de naschoolse opvang van de kinderen uit ondiep. Voor de voedselbank en voor de stichting, voor de DSC, voor de jeugd. Dus, Stichting Sport Ondiep, daar wil je de opbrengsten van dit gala aan gaan besteden. Ja, inderdaad. En ik wil allereerst iedereen van harte welkom heten. Super dat jullie er allemaal zijn. We gaan er met z'n allen een onvergetelijke avond van maken. Waarom sponsort u dit? Omdat ik denk, de buurt waar je vandaan komt, die moet je altijd in ere houden en proberen te helpen waar je kunt. Daar wordt de buurt beter van en uiteindelijk zijn het je eigen mensen, hè, die helpt. En ik denk dat er ook straks hele leuke items zijn om zeg maar geveild te worden. Dus dat er genoeg geld opgehaald te worden, denk ik. Wat verwacht u verder van deze avond? Nou, een enorm soort binding. Nou, je ziet allemaal een hele mooie ballon. Er ligt ook, bij iedereen ligt er een schaar op tafel. Ik weet niet of iedereen die gezien heeft. De bedoeling is, nou, dat is helemaal aan jou zelf, maar per tafel. Degene wie die prompt doorknipt, dan komt er een hele mooie fles champagne. Die kan je dan openmaken. En die koop je als het ware. Dat is de avond ook begonnen, volgens mij 300 euro. En dan gaan we proosten met z'n allen. We zouden niet de eerste zijn. Ja. Wat vind jij er nou van dat deze avond zo georganiseerd wordt? Ja, het is geweldig. Als je kijkt hoe het leeft, niet alleen in het ondiep, maar ook buiten ondiep. Kijk hoeveel sponsors we hier hebben bij elkaar gekregen om de doelen te bewerkstelligen in ondiep. Helemaal geweldig. Mensen hebben hart voor ondiep nog steeds. En kan jij nog eens vertellen waarom je het zo belangrijk vindt om goede doelen te willen ondersteunen? Ik ben altijd bezig met de jeugd en ik probeer altijd de jeugd iets mee te geven in het proces om in ieder geval een goede ondernemend iemand te worden. En nou ja, daar zijn we nu mee begonnen en dat willen we uitbreiden. Het is net of de panda's vrijkomen. Waarom Wesley dit toch voor de wijk doet. Kan je dat ook nog even kort vertellen? Ja, gewoon. Hij heeft natuurlijk heel veel met de wijk. Hij is er opgegroeid. Hij is daar groot geworden. Hoe die nu is, dat heeft hem toch, de wijk heeft hem zo gemaakt. Dus een klein beetje dankbaarheid. En om een klein stukje teruggeven. Dat is heel mooi als dat kan doen natuurlijk op deze manier. Wesley is een jongen van de straat. En daarmee bedoel ik dat loyaliteit en liefde voor elkaar, dat hoog in het vaandel staat. En dat vind ik mooi. 3500, wie midden 3500, niet midden 3500. 3500 eenmaal. 3500 allemaal. Niemand minder 3500. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik had het hoogste bod gedaan. En een shirtje van Wesley Snijder, van Nederland zelf al. Wie wil dat niet? Met handtekening. Met handtekening, foto, ingelijst. Kijk hem straks. Dus die gaat bij mij op kantoor komen. Wat heb je ervoor betaald? 3500. Ben je er trots op dat je hem hebt? Ja, ik ben er zeker trots op. Zeker weten. En ik ben vlak bij hem geboren ook, hè? In het ondiep. Ik weet het. Dus we zijn jochies van de straat, hè? Nee, luister, ik wil je nogmaals echt van harte bedanken. Echt waar. Het was een fantastisch jaar. En ik ga ervan genieten met iedereen.